Het is tijd voor Giel, de avonturen van Giel. Aan het vloggen. Wacht even. Nou, welkom lieve kijkertjes bij weer een nieuwe vlog. Wouter is er vandaag ook bij. Hi Wouter. En ik heb dit keer het scherm zo gedaan in plaats van zo, want ik kreeg haatmails. Maar het is een tweedelige vlog vandaag. We zijn in de Pachamam Studios met Usher op de achtergrond. En hier staat de sound system. Al die houten shit die je ziet, dat is de sound system van Pachamama Sound System. Misschien zie je hier nog een stekje verstopt. En we hebben dus een nieuwe ruimte. bij opslagruimte. En daar gaan we nou al die shit naartoe verplaatsen, zodat we iets meer ruimte hebben in de studio zelf. Dat is wel handig. Kijk deze. Misschien een plankjeszaak even weghalen. Maar goed. Daar gaan we nou, daar gaan we nou dus vandaag doen. En ja, ik heb wel zin dat het een beetje opgeruimd wordt, want Pachamam Studio was een beetje een bende. Nee, valt eigenlijk wel mee, maar ruimte gebruik man. Kijk, want eerst zag het er zo uit. En dan heb je daar gewoon, daar was het gewoon helemaal vol. En als het goed is, is die ruimte daar helemaal leeg. Zo handig, kunnen we daar wat meer dingetjes kwijt, meer zooi. Maar goed, dit was dus de voor-sessie. En dan doe ik dadelijk nog een na. En die komt nu. Klik. Korte update. Hey, welkom terug, kijkertjes. Welkom terug, jullie zijn natuurlijk niet weg geweest, maar ik ben wel even bezig geweest met Wouter. Hier in het hok. Helemaal volgedouwd. Netjes. Dus ja, pas er allemaal in, daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent ook dat we nou bij de studio een stuk meer ruimte hebben. Tada! Kijk. Ja, we moeten naar de stort. Voor de vuilniszakken. Maar goed, dus hebben we in één keer superveel meer ruimte. Dat is wel echt super chill. Kijk. En Wouter. En nu, daar stonden ook allemaal spullen, maar die zijn nu ook allemaal weg. Dus ja, ziet er goed uit. Kunnen we weer vet bands opnemen en lekker chillen. En sowieso is het ook wel fijn als je binnenkomt dat je niet meteen tegen die fucking sound aanloopt. Maar, hè? Als we nog even de hok zien. Ja, beter. Oké. We hebben nog wel bijna. We hebben nog een beetje zooi liggen. Nou moeten we ook even een dagje op de stort inplannen, want het is niet best, dames en heren. Maar je moet je voorstellen, we zijn gewoon drie creatieve gasten die samen een ruimte hebben. Dus er komt vaak meer zooi in als dat eruit gaat. En dit is dan het resultaat. En die staat echt van alles, hè. Kijk, drumstel, spullen, nog een beetje isolatie, hieronder staat nog een oude stoel, een lamp, een kastje, allemaal spullen erin natuurlijk. Ja. Het idee is om deze ruimte ook een keer leeg te maken, dat we hier ook iets kunnen doen, maar het is er nog niet van gekomen tot op heden. Nou ja. Dat was volgens mij nog meer goede ideeën trouwens, Wouter? Nee. Oké, nee. Wouter heeft ook geen goede ideeën meer. Ik ook niet. Dat was hem voor deze keer. Volgende week weer een nieuwe vlog. Als je het vet vindt, like en subscribe. Dat helpt mij enorm. En fijne dag. Maak er wel moois van. Later.